Ik ben vooral bezig hier met mensen die moeite hebben met slikken en daardoor met eten of drinken en met communiceren, met praten. Dat kan zijn dat ze de woorden niet goed meer kunnen uitspreken, dat het onduidelijk is, of dat ze de woorden niet kunnen vinden. In het hele revalidatieproces moet je genoeg kunnen eten om fit te zijn. En je moet de instructies bijvoorbeeld van de fysiotherapeut kunnen begrijpen of van de verpleging, wat ze allemaal tegen je zeggen, dat moet je wel kunnen begrijpen natuurlijk. Maar het is ook een voorwaarde, zou je kunnen zeggen. Slikken, dat oefen je niet alleen bij de logopedist, maar ook als je koffie drinkt of met de verpleging of misschien wel bij de fysiotherapie. Als iemand niet meer zo goed kan praten of niet meer goed begrijpt, dan is het voor de mantelzorger natuurlijk hartstikke belangrijk dat hij weet wat iemand wel en niet kan. En die moet dan vaak zijn of haar communicatie ook aanpassen. Zonder de mantelzorger kan het niet. Je draagt iets bij aan het welzijn van mensen. Dat ze zich beter voelen, dat is hartstikke mooi.